Beste kijker, vandaag bekijken we de Europese droom en vergelijken deze met de realiteit. In de oprichtingsjaren van de Europese Unie was er een Europese droom die de harten van de mensen bezighield. Het was een droom van een economisch sterk Europa en van een ruimdenkendheid zonder grenzen. Het was de visie van een Europees onafhankelijk geformuleerde tegenstem tot de wereldpolitiek. In die tijd vooral als tegengewicht tegen de met elkaar in de Koude Oorlog verwikkelde wereldmachten, de VS en de Sovjet-Unie. En niet in het minst was het de droom van een Europa op wiens continent nooit meer oorlog zou uitbreken. Hoe ziet de Europese realiteit er vandaag echter uit? In plaats van een economische kracht bevinden de Europese landen zich in een niet te stoppen neerwaartse spiraal van staatsschulden. De voorhanden zijnde ruimdenkendheid heeft weinig nut voor de jeugd. De astronomische hoogte van de jeugdwerkeloosheid leidt ertoe dat de jongeren blij mogen zijn als ze in eigen land een betrekking kunnen vinden. Ook de droom om een Europese melodie te spelen in het concert van de wereldmachten zou inmiddels uitgedroomd moeten zijn. De EU is tot spreekbuis geworden van de door de globalisten bestuurde Amerikaanse buitenlandse politiek, die vooral als exportkampioen van oorlogen en burgeroorlogen gezien moet worden. Er is nauwelijks een onrust in één of ander land ter wereld, of er zijn sporen te vinden van de CIA of zelfs in toenemende mate soldaten van het Amerikaanse Vreemdelingenlegioen, nu ook op Europese bodem in Oekraïne. Daarmee is dan ook de droom van een Europa zonder oorlog uitgedroomd. De door de VS en de EU bedreven escalatie van de sancties tegen Rusland zouden de laatste hoop op een eeuw van vrede in Europa kunnen begraven. Met deze bedenkingen verlaat ik u voor vandaag. Nog een prettige dag en graag tot ziens.